En studenten en personeelsleden van de Anton de Kom Universiteit van Suriname Adecus hebben gisteren op het parkeerterrein het Adecus Ghost Green project uitgevoerd. Het doel van het project is om het parkeerterrein van Adecus op te knappen met plantjes. Dit project is tot stand gekomen nadat studenten hebben aangegeven dat het voor het oplossen van het probleem van het parkeerterrein geen geld nodig is, maar betrokkenheid. De directeur van Adecus, Jack Menke, legt uit. Wat de bedoeling is van de plantjes op het parkeerterrein. En dat betekent parkeren, groene systemen, dat wil zeggen het groen maken met de juiste planten, maar zodanig dat je ook groene energie, dus via zonnepanelen, dus kan plaatsen op het parkeerterrein. En waardoor je dus ook sustainable bent, dus duurzaam, dus geen energie gaat betalen als je eenmaal je zonnepanelen hebt geplaatst. Welke bomen worden hier geplant? Er worden hier geplant, uh, er is gekozen voor uh, palmbomen die niet te hoog worden. En uh, de meeste palmbomen, dat zijn die, is die mooie podosserie, overigens ook gezond, toch? Dat is een heel energierijke vrucht, wordt daardoor geleverd. En dan wordt er dus uh, laag, wat betreft de lage plantjes, is gekozen voor um, wat we noemen lantana, corsoirie, zeggen we in het Surinaams, uh, alamandra. Uh, monkey Monkey Kers, rijk aan vitamine C en nog een paar andere kleine struikjes die aan de rand worden geplaatst van dit parkeerterrein. Dat was dus Jack Menke, directeur Adekus over het Adekus Goes Green project. Het doel van het project is om het parkeerterrein van de, van de universiteit op te knappen met plantjes. Dit project is gehouden op het complex aan de Leesweg.